Dat u een start wilt gaan maken met een zweefvliegtuig, dat u hier later terugkomt om een rondvlucht te maken. En ik zie dat er ook nog een extra start. Ik weet niet of u gaat vliegen, dat kan ik helaas op hebben. Ga ik even voor u navragen. Een klein motortje, een Belgisch motortje van EHOW. Dat is het bedrijf van een stelletje jongens. Zie je dat vleugeltje? Dat is een vibratie. Heel klein motortje, 100 pk. En het weegt nog geen 75 kilo. De motor is een heel licht. Licht is niet gepakt in het vliegtuig. Heel licht motor. En dit is dus ja, eigenlijk de eerste, en eigenlijk is dit het begin van een hele nieuwe richting in de kunstvliegerij. Want van die ultralight vliegtuigen, dus van de hele lichte vliegtuigen die niet meer dan pakweg 500 kilo mogen wegen. En die niet te hard mogen en die naar allerlei, moet je kijken hoe een verticale penetratie heet. Dat heeft verticale penetratie, moet je kijken. Voordat we kunnen genieten van de demonstratie van René Kamphuis met zijn extra 300, kijken we eventjes naar de start van de Piaggio 149D's van de Seagull Formation. Oké, voor de liefhebber Focke Wulf Piaggio. Ze gaan terug naar hun thuisbasis in Hoogeveen.
Daar gaan ze nu heen. Hoogeveen. Zouden ze ons niet kunnen drop in Winschoten? Ja. Go, 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 go